Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 26 februari. En ik ga voor jullie weer een nieuwe Juffenweekvlog beginnen. Als je er veel zin hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Vorige week is er een mukbang online gekomen. Er is een vakantievideo online gekomen. Dus ik ben echt helemaal trots. En ik ga deze week voor jullie weer een Juffenweekvlog maken. Want ik weet dat jullie dat het leukst vinden. Ik heb net een week vakantie gehad. Dus het is nu heel eventjes gewoon weer opstarten. En de dag goed beginnen. Ik heb een nieuwe waterfles. Deze vind ik wat fijner dan die Air Up. En dan gaan we beginnen. De flitsvormen. Voor de vakantie hebben we de eerste les gedaan over het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Wat was er ook alweer? Wat was dat ook alweer, een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord? Dus bijvoorbeeld de houten tafel. Wat is dan het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord? Houten, want de tafel is van hout gemaakt. Alle stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden, waar eindigen die op? Wie weet het nog? Ja, dus het is houten tafel met EN. De eerste die jullie mogen opschrijven. De stenen muur. Schrijf op stenen. De stenen muur. De zilveren sieraden. Schrijf op zilveren. En kijk hem op het bord gelijk eventjes na of je hem goed hebt. De kartonnen doos. Schrijf op kartonnen. Kartonnen. En kartonnen schrijf je met dubbel N, hè? O, korte klank, dubbele N. Kartonnen. Oké, het is alweer eind van de dag, 4:30. En ik heb wel een klein beetje gefilmd, maar niet superveel. We zijn dus begonnen met het landenproject. En wij hebben dus als enige geen land, maar wij hebben Azië als werelddeel. En vandaag hebben ze dus een land gekozen in Azië. We hebben Thailand, Jordanië, Japan, China en Iran volgens mij. En daar mogen ze dus mee knutselen, maar gaan ze dus ook een labboek maken. En we gaan deze week ook ermee knutselen. Dus ik was even wat knutselideeën aan het opdoen. En ik dacht, ze mogen het best wel helemaal zelf doen. Maar ik dacht toch wel even goed om een klein beetje te helpen. Dus, als eerst ga ik even China doen. Zo, en wat kan je dan dus allemaal knutselen? Dan heb ik gewoon op Pinterest wat ideetjes gedaan. En dan kunnen ze dat gaan knutselen. En ja, ik denk dat ze dat eigenlijk wel heel erg leuk vinden. Dat ze het gewoon zelf een beetje mogen bedenken. Zo, dus dit hoort dan allemaal een beetje bij China. En dan ga ik heel even een klein beetje helpen met wat inspiratie. Dus ik ben benieuwd. Dit hebben we wel pas donderdag. Maar ik heb nu even een beetje per land. We hebben in ieder geval China. Een beetje inspiratie wat ze dan bijvoorbeeld kunnen maken. Thailand. Jordanië. Tibet. Japan. En Iran. Dus dan kunnen ze gewoon een beetje bedenken van, nou, dit lijkt mij wel leuk om te maken. Nou, ik ben thuis en de mukbang staat dus online. En ik vind hem echt super leuk geworden. En ik krijg ook echt hele leuke reacties. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ga nu eventjes lekker koken. Ik heb echt heel veel trek. En gisteren had ik rijst met kip gemaakt. Maar ik heb niet zo'n zin om dat nu weer te eten. Dus ik heb nog wel iets anders. Dus dat ga ik nu maken. Mijn vriend die is gewoon aan het werk. Dus wat ik dan altijd doe. Ik maak het alvast. En dan kan hij het gewoon op een later moment opwarmen. Dus ik ga nu even koken voor mezelf. Morning. Het is vandaag dinsdag. Oh, volgens mij had ik... Ja, ik had vanochtend natuurlijk ook al even gefilmd met mijn make-up.
heel kort. En ja, ik heb helemaal weer zin in vandaag. Ik heb mijn haar even vast, want het was een klein beetje vet. En ik heb dus net een TikTokje opgenomen, want ik wil weer eigenlijk elke dag een TikTok opnemen. En ik heb zoveel spierpijn. Het is niet normaal. Maar ik heb dus net een leuk TikTokje opgenomen. Die ga ik nu gelijk online zetten. Want ik ben toch altijd heel vroeg op werk. Dus als je het leuk vindt, kan je me ook volgen op TikTok. En ik ga nu eventjes snel ontbijten. Want als het goed is, hoorde je net mijn buik. We hebben natuurlijk het nieuwe thema van Azië. En we gaan zo meteen verschillende vlaggen zien in Azië. En jullie moeten raden welk land daarbij hoort. Lastig, maar we gaan het proberen. En dan beginnen we. Dat hebben je hersenen slim geregeld. Ja, dus het is heel logisch dat je in je slaap heel veel beweegt. En sommige mensen hebben dat meer dan anderen. Dus daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat je deken helemaal ergens anders ligt. Of zelfs op de grond. Of dat je kussen opeens bij je voeten ligt. Er zijn soms mensen die zelfs helemaal omdraaien in hun slaap. Maar hoe meer je beweegt is juist heel erg goed. Want dat zorgt dus voor de doorbloeding in je lichaam. Dus het is juist heel erg belangrijk. En iedereen die beweegt dus ook in zijn slaap. Lezen we verder. De nacht ligt je juist doodstil in bed. Dan ben je aan het dromen. Dat doe je elke nacht zo'n 4 tot 7 keer. Oké, dus als eerst. Met rood. Een nachtmerrie is een puntje, puntje droom. Wat kunnen we dan voor het woord droom zetten? Ja, heel goed. Want een nachtmerrie is ook wel een nare droom, hè? Iets waar je een beetje bang van wordt. Ik wil dat het helemaal stil is. De volgende. Wie een puntje puntje heeft, heeft moeite om rechtop te blijven staan. En dat bestaat echt een evenwichtsprobleem. En de klas is nu best wel leeg. We zijn namelijk begonnen met het landenproject. Dat ik gisteren volgens mij ook verteld. En de landen die zijn gekozen. Ik heb even de vlaggen geprint. Want ik dacht, dan kan ik dat even op de ramen plakken. Dus ik heb hier Iran. Volgens mij moet groen boven. Ik twijfel zelf gewoon. Iran hebben we. China. Jordanië. Japan. Thailand en Taiwan. Dus allemaal verschillende landen in Azië. En ik ga ze nu even op de ramen plakken. En dan ga ik verder. En het is eigenlijk ook alweer bijna 5 uur. Dus dan ben ik alweer klaar. Gedoucht. Het is nog heel vroeg. En ik heb een heel leuk pakketje gekregen gisteren. En ik wil daar nu iets van aandoen. Dus ik dacht, ik ga dat gelijk even voor jullie openmaken. En ik heb gisteren dus mijn nagels gedaan. Ik ben er echt best wel blij mee. Ik moet een beetje stil zijn, want mijn vriend slaapt nog. Dit meisje is echt super lief. En ik heb dus al vaker een samenwerking met haar gehad. En ik ben elke keer super blij. En ze heeft dus nu een nieuwe trui naar mij opgestuurd. Die ik vandaag aan ga doen naar werk. Maar ze heeft hele leuke truien. Zo ziet het eruit. Ik zal sowieso ook een linkje in de beschrijving doen. Kijk, daar zit ook een sieraad in. Er even uithalen. Met een heel fijn zakje. Dit zakje ga ik echt bewaren. Die kan ik dan gebruiken voor vakantie. Zo. Oh, 2 dingen zitten er zelfs in. Ik ben natuurlijk nu naar gouden sieraden. En deze oorbellen zitten erin. Die ga ik zo meteen gelijk even indoen. En deze ketting met hartjes. Echt heel cute. Deze ga ik gelijk ook even omdoen. En dan echt iets heel leuks. Deze roze trui. En ik ben echt verliefd hierop. Kijk hoe leuk. En dit vind ik ook echt heel cute. Dus ik ga dit nu gelijk eventjes aandoen. En dan laat ik het aan jullie zien. Ik had net natuurlijk al even gefilmd. En ik heb het dus aan. Het even aan jullie laten zien hoe cute dit is. Kijk, dit zijn de oorbellen. En dit is de ketting. Kijk, en dit is de trui. Echt super cute. Ik ben er echt heel blij mee. En ik ben dus nu aangekomen op werk. Ik ga eventjes het bord opstarten en al dat soort dingen.
Even wat water drinken. Echt alles in mijn klas is roze. Het is echt heel erg. Oh ja, en ik heb gisteren dus die vlag opgehangen. Ik zal het gelijk eventjes laten zien aan jullie. Kijk, dit zijn de landen waar wij het over hebben. Cute, hè? En ik ga nog eventjes een TikTokje opnemen. Dat is toch juist leuk? Heel leuk. En een sushi. Oké, het is woensdagmiddag. En het is nu 2:30. Ik sta bij mijn vaders huis. Want deze auto waar ik nu in zit, heb ik op 1 april 6 jaar. En ik moet dus een nieuwe uitzoeken. Dus ik ga zo meteen een proefritje rijden in een nieuwe auto. Ik rijd nu in een Volkswagen Up. En dat is volgens mij... Ik heb eigenlijk geen idee. Zo erg. Maar in ieder geval, ik ga daar even een proefrit in rijden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Dus daar gaan we nu naartoe. En ik ga even samen, want dat vind ik wat fijner. Het is echt heel mooi. Nou, even een proefritje. In mijn nieuwe auto. Zo, ik moet wel even een heel stuk naar voren. Zo. Nou, de auto was echt... top. Dus ik denk dat ik het sowieso ga doen. En ik ben nu bij mijn vader thuis. Want ik ga hier lekker sushi eten op woensdag altijd. Of pokeball. Dus ik ga hier lekker op de bank liggen. En dan sushi eten. En ik heb ook een pakketje opgehaald bij de Shubi. Die ga ik zo even openmaken of vanavond. Nee. Maar ik bestel ook elke keer wel bij wat anders. Nou, ik had dus heel lekker sushi gegeten bij mijn vader. En een nieuwe video is vandaag online gekomen. Ik krijg zoveel leuke reacties. Het is echt niet normaal. En ik had dus nog een pakketje besteld bij Shubi. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Is dit heel slecht licht? Het licht boven mij is dus stuk. Ik doe even mijn telefoon aan. Ik hoop dat dit het beter gaat maken. Zo, wel iets beter. Ik had namelijk een jas gezien en die was afgeprijsd van 120 euro naar 27. En ik vond er maar heel erg leuk uitzien. Ik heb natuurlijk nog bijna geen gouden spullen. En dit jasje was met gouden details. En toen dacht ik, ja, straks wel heel leuk weer voor de lente als het iets warmer is. En ja, ik was gewoon heel benieuwd. Alleen het enige ding was, ze hadden een XSS en die was uitverkocht. En de andere maten waren ML. Dus ja, ik weet nou niet of dit super groot is. Of dat het op zich wel mooi staat. Maar kijk, hij heeft dus een gouden riem met gouden knopen. En de kwaliteit voelt echt heel goed aan. Ja, ze hebben dus XSS en ML en LXL. Dus ja, dit is de ene... Ja, op zich, ik denk wel dat het moet lukken. Zo ziet hij eruit. Deze is toch fantastisch. Hier ben ik heel blij mee. En die kwaliteit is echt top. Het is een zwarte jas. Met gouden knopen. Kijk, zo zie je hem al beter. Nou, dit is toch helemaal cute. Kijk, hij is natuurlijk wel een beetje groot. Of is hij te groot? Ik ga het zo even aan mijn vriend vragen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik ben benieuwd naar jullie mee. Ja, ik heb nu ook een hele dikke trui eronder. Good morning, het is vandaag donderdag. Kijk, dit is dus die jas. Ik wil hem heel even aan jullie laten zien. Zie je er nu helemaal niks van. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik twijfel toch een beetje. Misschien ook omdat ik het gewoon echt niet gewend ben. Maar het is niet dat ik denk, dit staat bij mij. Ik vind het namelijk wel echt een hele leuke jas. Ik ga in ieder geval nu eventjes de klas opstarten en even ontbijten. En dan gaan we er weer tegenaan. Best wel drukke lesprogramma bedoel ik. Zo, wij gaan vandaag kroketverpakkingen onderzoeken en kijken waar het allemaal vandaan komt. Dus ik ga ze even dicht plakken. Anders valt al die vieze dingetjes uit. En dan moeten ze de ingrediënten gaan bekijken en uit welk land het dan komt. We hebben natuurlijk het nieuwe thema van Blink, de experimentele keuken. Jullie hebben
vorige week al een beetje gezien wat gaan we nou deze lessen allemaal doen. Jullie zijn al begonnen met de poster van Blink. Er zitten echt al hele leuke dingen bij. Ik heb al verschillend eten gezien, maar ook leuke weetjes. En die posters voor Blink gaan jullie ook afmaken, maar dat gaan we nu even niet doen. Want we gaan het nu namelijk hebben over, nou, wat zien we? Een lekkere kroket. En ik zal jullie eerst een paar weetjes vertellen over kroketten. We eten in Nederland per jaar 300 miljoen kroketten. Dat zijn gemiddeld 25 kroketten per volwassene. Wie denkt dat hij dat ook wel haalt? 25 kroketten in een jaar? Veel meer. Makkelijk. Ik vraag niet of je commentaar wil geven. Sst. Een ander feitje. De grootste kroket ter wereld werd gemaakt in Amsterdam. En hij was 1,30 meter. Dat is dus ongeveer jouw lengte. Een gewone kroket is 10,5 centimeter lang en 3 centimeter dik. 9 van de 10 Nederlanders die in het buitenland wonen missen de echte Nederlandse vleeskroket, zeggen ze. Want bijna nergens in Nederland kan je, buiten Nederland kan je kroketten halen. Nou, als eerst gaan we naar kijken wat we deze les gaan doen. We gaan namelijk straks zelf ook onderzoek doen. We gaan onderzoek doen welke kooktechnieken er worden gebruikt bij het maken van een kroket. En jullie gaan onderzoeken welke ingrediënten zitten er nou eigenlijk in een kroket. En wat heb je daar nou allemaal voor nodig? Jullie krijgen van mij straks ook een kroketverpakking. Of in ieder geval dat je kan kijken welke ingrediënten zitten er nou allemaal in. Ik zou een mandje maken. Het is wel heel schattig. Heel leuk. Good morning, het is vandaag vrijdag. Bijna lekker weekend. De week is echt voorbij gevlogen voor mijn idee. Gisteren ging ik dus nog even sporten met mijn vriend. Ik heb wel wat dingen met mijn telefoon gefilmd. Dus dat zal ik er even in plakken. En ik ga nu even de lessen klaarzetten voor vandaag. Gisteren hebben ze dus bij hun eigen land wat dingen geknutseld. En het is echt heel leuk geworden. Kijk ook hoe cute deze draak. En dit gaan ze dus vandaag afmaken. En verder hebben we eigenlijk best wel een prima programma. Ik moet wel nog heel eventjes één ding printen. Dat ga ik dan maar gelijk eventjes doen. Mijn kinderen zijn zo als eerst bij de gym. En dan moet ik groep 3 naar de gym brengen. En dan haal ik mijn eigen groep. Dat vind ik altijd heel vervelend om te doen. Want ik heb geen zin om helemaal daar naartoe te gaan. Maar ja, het hoort erbij. En ik had dus aan jullie gevraagd welke musical het leukst was. Op TikTok heb ik dus 5000 reacties. Dus ja, weet ik het alsnog echt niet. Dus ik moet er nog even over nadenken. Ik ga in ieder geval even dit afmaken. En je ruggenmerg. En dat centrale zenuwstelsel. Die zorgt voor een aantal belangrijke zaken in je lichaam. We gaan even lezen. Wat doet het centrale zenuwstelsel en wat doet het andere zenuwstelsel? Lees mee. Ik wil dat iedereen zijn vinger erbij houdt. Zenuwen van top tot teen. Tring, je wekker gaat. Meteen zit je rechtop in je bed. Buiten fluiten de vogels. Je ruikt dat je vader beneden in de keuken koffie zet. Er valt een zonnestraal naar binnen. Tussen de gordijnen door. Horen, ruiken, zien, nog voordat je bent opgestaan. Hebben je van muziek bent ons allemaal.
het is vrijdagmiddag. En nou, volgens mij is het al vrijdagavond. Ik weet nou niet of ik na werk nog iets heb gefilmd. Maar het was in ieder geval een prima dag. En ik heb na school even de definitieve keuze gemaakt voor de musical. Want ik twijfelde echt zo erg. En ik had dus op TikTok aan jullie gevraagd van weten jullie een leuke musical? Nou, heb ik dus 6000 reacties gekregen. En dat is natuurlijk super lief. Maar daardoor werd ik niet echt heel erg wijs van wat ik nou moest kiezen. Dus ik heb nu lekker zelf uiteindelijk nu gekozen. En ik ben nu lekker thuis. Ik heb mijn joggingspak aangedaan. En ik ga wachten tot mijn vriend thuis is. En dan ga ik voor ons koken. Ik ruim ook gelijk even de spullen op. Want ik heb altijd wat flessen en kwark en zo mee naar werk. Oeps. Ik heb lekker de kaars aangezet. En ik ga... Good morning. Het is vandaag zaterdag. Lekker weekend. En ik wilde dus uitslapen. Maar het... ja, ik kan het gewoon niet meer. Omdat ik elke dag vroeg moet opstaan. Dus ik was echt super vroeg wakker. Niet wat ik wilde. Maar het is niet anders. En ik heb zo meteen een afspraak voor de pedicure. Want ik wilde gewoon even een keer meteen laten doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik heb net even lekker gedoucht. Doe ik altijd op zaterdagochtend. En ik ga nu daar naartoe. En ik dacht, misschien wil ik daarna even naar de Action. Dus ik neem even een tas mee. En dan ga ik misschien daarna even naar de Action. Ik ga denk ik toch mijn haar even droogfeunen. En dan ga ik naar de pedicure. Oké, ik ben terug. Ik heb het mijn nagels gedaan. Sorry als je voeten heel vies vindt. Maar kijk, zo ziet het eruit. Ze zijn nu niet zo bruin, mijn voeten. Maar heel mooi French. Dus ik ben er heel blij mee. En ik ben nu eventjes eten aan het maken. En ik heb het dus... Ik zal het even laten zien. Hier zo gedaan. Voor als jullie het willen weten. En ik ga nu lekker even lunchen en water drinken. Heel veel water. Het is inmiddels alweer middag. En het is vandaag voor het eerst weer echt super lekker weer. En ik heb me net even een beetje klaargemaakt. En mijn vriend en ik gaan even een stukje wandelen. Want we hadden echt geen zin om te sporten, maar we wilden wel bewegen. Dus ik denk dat we gewoon even een uurtje gaan lopen of zo. Dus dat gaan we nu doen. En ja, ik heb dus die nieuwe jas aan. Alleen hij is wel eigenlijk toch best wel een beetje te groot. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ik hou hem gewoon lekker aan. Dus wij gaan nu onderweg naar... Ja, je hebt hier zo'n soort plas waar je wel mooi kan lopen. Dus dat gaan we nu doen. Kijk, hier zijn we aan het wandelen. Hoe lang zijn we onderweg? Heb jij je Apple Watch aan staan? 50 minuten. We hebben dit al helemaal zo rondgelopen. En we moeten echt nog wel 4 kilometer of zo. Zoveel zin in. Woe! Jij kreeg ook heel veel complimenten op mijn video, hè? Ja. Ja, dat je heel lief bent. Echt? Dat klopt niet, maar... Het is fijn dat ze dat denken. Nee. Nou, het is inmiddels 7:30 en wij gaan dus nu uit eten. Heel random, maar alles zat vol en dit was het enige wat er nog was. Dus we gaan lekker sushi eten. Heel veel zin in. Ben je ready? Ja. Het lijkt echt alsof we 300 kilo vlees hebben. Heb je nog één frietje? Ik zeg gewoon 500 gram. Good morning, het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen sporten bij mijn vriend. Want we hebben nu afgesproken dat ik daar wat vaker kom sporten. Omdat ik dan toch merk dat ik het beste sport. Ik heb er echt totaal geen zin in. Omdat ik gewoon best wel een beetje moe ben of zo. Maar ja, we gaan er gewoon tegenaan. Ik heb even geen make-up opgedaan. Want het gaat er toch allemaal afzweten. Even mijn wimpers borstelen. Zo. Maar kijk, mijn huid is echt heel wit. En ik ga even mijn Apple Watch omdoen. Zo. Even het bandje wisselen. Want wit staat hier echt niet bij. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar dat. En ik ga daarna gelijk even naar de supermarkt toe. Want dan heb ik dat ook maar gedaan. Dus ik neem even een tas mee. En misschien zal ik wel wat filmen. Dat weet ik nog niet zeker. Ik zie er namelijk echt niet uit. Ik wilde eigenlijk aan het begin iets filmen, maar nu zie ik er echt niet meer uit. Ik lijk wel een bezweten otter. Kijk, ik krijg wel altijd echt van die rode vlekken in mijn nek. Ja, dat komt door zweet. Je bent allergisch voor zweet. Allergisch voor zweet.
Wat moet ik doen, klinken? Het komt door dat zout en dat gaat dan op mijn soort ja, zout. Zweet, dus eczeem en dat ja, irriteert elkaar. Moet ik planken? Ja. Oké, dat ga ik niet filmen, want dat kan ik echt niet. Nou, ik ben thuis aan het sporten. Het ging eigenlijk best wel heel goed. En ik heb gelijk maar even boodschappen gedaan. Want ik dacht, dan heb ik dat maar gedaan, want dan heb ik straks toch geen zin meer in. En ja, dat ga ik zo meteen eens even allemaal in de koelkast zetten. En ik ga nu wel eventjes een proteïneshake drinken. En dan ga ik ook een klein beetje opruimen in huis, want het is wel een beetje rommelig. Het valt mee, maar ik wil gewoon dat het top is. Voor de mensen die het interessant vinden, laat ik even zien wat ik heb gekocht. Sommige mensen boeit denk ik helemaal niks, maar voor de mensen die het leuk vinden, laat ik het even zien. In ieder geval moet ik dit eventjes weggooien. Oké, ik heb dus een pak melk gekocht om die proteïneshakes mee te maken van Cabau. Ik heb een brood gekocht voor werk. Mijn vriend eet er ook van. Ik heb druiven gekocht. Deze waren in de actie bij de Dirk. Ik doe dus nu meestal één keer in de week boodschappen bij de Dirk. Want ja, het is gewoon heel lekker goedkoop. Dus dat is top. Dan heb ik nieuwe ketchup, want die van ons was op. En dit is een soort zero ketchup. Dus ik ben benieuwd. Aardappeltjes voor aardappelgroentevlees. Want we eten één dag aardappelgroentevlees. En ik dacht, vanavond ga ik deze maken. De curry madras, die is altijd heel lekker. Ik vind zo'n vers pakket altijd heel chill om te halen. Dan heb ik gewoon kip gehaald. Deze is altijd heel goedkoop, omdat je dan gelijk 800 gram hebt. Ik heb kip schnitzels gehaald. Het is helemaal geplet. Ik heb havermout. Ik ga zo meteen bananenbrood maken. Ik heb een nieuwe limonade gekocht. Deze drink ik altijd en die was bijna op. Verder heb ik appels gehaald. Ook voor werk. Vind ik altijd heel lekker. Zo. Dan heb ik deze wraps met een ei erop. Dat eet mijn vriend ook altijd. En broccoli. Dus dat is wat ik allemaal heb gehaald. En ik ga nu gelijk eventjes dat bananenbrood maken. Misschien kan ik het wel even laten zien. Oké, het recept is 100 gram havermout. Dat doe ik er zo meteen in. 3 bananen. Ze kunnen dus beter een beetje zo zijn dan dit. En dan ja, 2 of 3 eieren ligt er een beetje aan. 2 grote of 3 kleine. Baking soda, klein beetje kaneel en verder eiwitpoeder. En ik gebruik dan die van Cabau, maar je kan zelf kiezen en dan doe ik 70 gram eiwitpoeder. Dit ga ik eventjes nu maken. Ik ga me klaarmaken voor de dag, maar het bananenbrood is eruit. Ik had een recept gewoon van TikTok, maar hij ziet er echt lekker uit. Dit is een beetje verbrand, want er stond 50 minuten, maar na 40 minuten dacht ik, nou ik ga maar uithalen. Alleen ik heb nu net geluncht, dus ik ga het even later proberen. Zo, dan ga ik eerst nu gewoon me klaarmaken. Eerst even lekker douchen. Nou, het is weer helemaal opgeruimd en clean. En ik had nog een pakketje binnengekregen. Die is eigenlijk voor TikTok, maar ik vind het altijd wel leuk om even te laten zien. En mijn vriend en ik gaan zo meteen even samen naar de Action. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Ik heb namelijk een pakketje van Logies. En ik dacht, die laat ik toch even aan jullie zien. Als eerste deze trui. Heel erg leuk met een beige broek, dacht ik. Dus deze. En hij heeft een beetje van die beige details. Heel cute. Dan heb ik een heel cute wit jurkje. En deze is dus echt pas voor de zomer. Maar ik vond hem er echt zo leuk uitzien. Deze heb ik ook in een S. Dus ik hoop dat die dan past. Nou, denk het wel. Hij heeft wel wat stretch. Maar dat is dus deze. Echt super schattig. Kijk, in een grijze kleur. En dan zit er dus een rokje. En het is dus een jurkje in één. Deze heb ik wel in een M. Want ik was bang dat het rokje anders niet zou passen. Maar dat is dus deze. En mijn camera is leeg, dus die ga ik even opladen. Nou, we zijn bij de Action geweest. We hebben echt best wel wat dingen gekocht. Ook nieuwe borden. Dus dat is top. En... Maar is dit echt bekend van TikTok? Ja? Ik heb het echt niet gezien. We hebben dit gekocht. Het heel pittig te zijn. We gaan dood. Even kijken.
Ziet er wel lekker uit. Het ziet wel heel rood uit. Oké, ja? Tegelijk? Ja. Ik voel het nu al op mijn tong. Een soort limoen. Nou, het ziet ook. Het is wel lekker pittig. Ja. Lekker pittig. Het begint nu al. Als je zo'n zakje leeg hebt, dan ga je dood, denk ik. €2 ook. Nee. Nou, als eerste heb ik dus een teddystoel gekocht. Ik ga hem zo meteen gelijk even in elkaar zetten. Deze was €30. Verder hebben we nieuwe lampjes gekocht. Vuilniszakken. Dit voor die plukjes van je haar. Dan deze voor de wc. Deze ook voor de wc. En verder hebben we wasverzachter en dat soort dingetjes gekocht. Ik ga nu deze gelijk er even in doen. Nou, de stoel staat er. Let niet op de groene gordijnen, maar kijk. Dit is echt veel beter dan dit. Ook lekker met de rugleuning. En hierbij ga ik ook de vlog afsluiten, want ik ga hem nu editen. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!